zijn onderweg met de trein naar Luik om een stadsbezoek af te leggen. En tot nu toe hebben we alle treinen op tijd kunnen nemen. We zijn dus gearriveerd in Luik-Gemen, met een heel specifieke architectuur. Echt denken naar Valencia, hè? Helemaal. We staan dus voor het stationsgebouw van Luik met de woorden Liège Together. Nu 1928, terminé en 35 par Montefort. Donc ça comprenait et l'église et la tour. Nu lijkt het wel de voorgevel van een schip. On dirait vraiment un bateau, hein, comme vous avez fait ça. Avec des non, il n'y a pas de barque, hein. Ah, c'est les pipes qu'on voit. Mais sur les piviers. Oui, oui. Ah, Albert. De la guerre 40. Nee, maar dat is de Vlaamse, hè? Ja, maar nee, nee, ho, dan worden er van Luik en van Namen niet meegevochten. Comme ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas beaucoup de sculptures, il y a peut-être 10 ans qu'ils l'ont ressorti, enfin. Ah ouais. Ce sont tous des statues de violistes ici, hein? C'est devenu en 1830 le premier conservatoire royal de Belgique. C'était initialement l'église d'une abbaye bénédictine qui ont été fondées le monastère de Lubin en Pologne. Le Conseil économique de Wallonie. Dat doet heel orthodox aan, deze stijl. Welke heilige is dat? Segers, 1651. Nee, dat kan ik niet doen. Inderdaad. Petits enfants. Donc, il y a l'architecte Brumont qui a fait la fontaine et Delcourt qui a fait la Vierge. Donc, il a été en partie construit. Maintenant, c'est l'innovation qui suit. Je
20 ans. De archeovorm van Luik bestaat uit grond en stenen, prehistorische beden en stukken hout uit de hoge middeleeuwen bewaard gebleven. En het stadscentrum viel gedurende verschillende dagen de prooi aan de vlam. Een maquette van Luik in de 18e eeuw. Kan je het was nog geduurd? Ja, ik had geplaatst. Het heeft lang geduurd. Godverdomme, het heeft lang geduurd. Als je er juist niet moet aankomen. Als de constructiespijker, dat zal telefoons af en aan letten. Ja, maar de zwaar, ze zeggen dat je daar niet moet aankomen om niet te kijken. Het is dat, eigenlijk waren vroeger gewoon een hoop stieren en dan maken ze er van alles van. Maar die mannen wisten gewoon niet beter. Amforen van Romeinse fabrikage. Deze bevatten vloeistoffen, wijn of olie. De stedenbouwkundige projecten van de jaren 60-70 hebben de vindplaats lang bedreigd met een totale vernietiging die een dringende exploratie van de overblijfselen nodig maakte. Tegen hoge kosten verplaatste overblijfselen keerden toen naar hun oorspronkelijke vindplaats terug. Il a fallu que les gens se battent pour qu'on conserve. Maar men moest wachten tot de 6e en de 7e eeuw om de ontwikkeling van een echt stadje mee te maken. Het woord komt van de Latijnse cathedra. Vonden verschillende diensten tegelijkertijd plaats in de vier hoeken van het gebouw. Een tweede grotere kerk van het einde van de 8e eeuw met het statuut van kathedraal, naar verschillende bewijzen ook vandaag nog naar het groeilijker. Door het systeem van muren van massieve betonblokken te vergelijken met dat opgetrokken uit kleine onregelmatige stenen, begrijpt men dat ze elk deel uitmaakten van verschillende bouwwerken. De eerste muren waren onderdeel van funderingen. Funderingen. De vloer van een kamer bestond uit grote platen van aardewerk, steunend op een reeks kleine zuilen vervaardigd van gestapelde aardenschijven. Dat is iets uit de shop. En ze geven het ook toe. Op de Place du Marché staat de Perun, het symbool van de bisschoppelijke rechtvaardigheid en de gemeentelijke vrijheden. Er wordt niet verwezen naar Delfts blauw. Het zijn marionetten. Ja. Parce que c'était trop étroit et ça a été filmé à Bruxelles. Mais c'est une belle, ce n'est pas douche. C'est en laiton. À un moment donné, on se demandait si ce n'était pas byzantin. Et ça fait penser à Trèves, à Trier.